Maar ik ben alweer op weg naar de kapper. En dames en heren, ik heb ook deze nieuwe jas gekocht. Hallo dames en heren, super tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe weekvlog. Ja mensen, ik ga vanaf nu elke week een weekvlog uploaden. Of althans dat toch proberen. Ik ben net wakker geworden. Ik moet deze week alleen maandag en vrijdag naar school, de rest online les. Dus dat is wel nice, alleen heb ik vandaag wel een toets en vrijdag ook twee grote toetsen. Maar ik ga nu lekker opstaan en ontbijt. Zoals ik al zei dames en heren, heb ik deze week dus wel een aantal grotere toetsen voor al vrijdag. Maar nu heb ik dus ook een toets biologie. Ik heb er echt zin in. Ik ga het nu nog eens herhalen en dan ga ik pas echt ontbijten. Dames en heren, ik heb lekker ontbeten en ik ben nu mijn schoenen aan het aan. Ja, het zijn mijn nieuwe schoenen voor de mensen die dat nog niet wisten. We hebben het hier ook een beetje opnieuw ingericht. Dat kastje hebben we hier gezet en dit hebben we terug platgelegd. Die stonden eerst daar en dat hebben we dus nu gewisseld met die kast. En de kapstok hangt daar of staat daar. Maar ik ga nu vertrekken naar school om een toets te gaan maken. Oké, dames en heren, we zijn nu op weg naar school. Ik heb er echt geen zin in, maar ik moet wel vandaag. Dus ja, let's go! Oké, dames en heren, we zijn terug van school. Hè? We zijn dus klaar met school, ook bijna geen huiswerk, dus we gaan fucking nice nog kunnen chillen. Oké, dames en heren, we zijn dus nu echt officieel thuis en ik sta hier dus in de keuken. En wat ik jullie dus wil laten zien, we hebben die een beetje heringericht. Ik weet niet of jullie nog kunnen herinneren, maar vroeger stonden hier dus de koelkast en de diepvriezer. Die staan dus nu daar. Hebben die gezet. Voilà. De kast hebben we ook een beetje verzet en de tafel stond eerst zo. Dus zet die ook zo en de kast stond eerst daar en nu dus hier. En dit stond dus waar de koelkasten nu staan. En dit is dus onze nieuwe eettafel, zal ik maar zeggen. Hier eten we dus vanaf nu altijd als we geen volk ontvangen. Dus dat is wel nice. Ik heb dus eigenlijk geen huiswerk, ben ik net achtergekomen. Dus ik denk dat ik nu nog lekker een banaan ga eten. Hier hebben we een lekker banaantje. Pakken, ik faal. Ja, we hebben de banaan te pakken. En hier ligt onze kat ook nog lekker te slapen. En ja, nu denk ik dat ik wel op de Sims ga spelen nadat ik dat dit heb opgegeten. Dames en heren, ik heb net lekker gegeten. Het was spinazie met fishsticks. Dat was echt wel lekker. En nu ben ik hier nog even op de PlayStation FIFA aan het spelen. Ik denk dat ik nu gewoon wat ga verder doen. Daarna nog wat YouTube ga kijken. En dan denk ik dat deze dag er alweer op zit. Zo, dames en heren. Ik ben weer lekker boven. En ik ga nu lekker gaan slapen in mijn bed hier. Ik kijk er al naar uit, want ik ben wel vrij moe. Morgen heb ik dus online les, dus ik ga nu lekker slapen. Tot morgen. Heel goedemorgen, mensen. Ik ben net wakker geworden met mijn bed hier, heerlijk. Het is nu 8 uur. Ik heb over een klein half uurtje online les. Ik ga nu juist nog ontbijten en dan zal ik er maar aan beginnen. Oké, mensen, ik ben dus nu lekker beneden. Ik heb hier melk en een boterham die ik nog moet smeren. Ik ga nu lekker eten en dan ga ik online les doen. Dames en heren, het is nu ongeveer 9:30. Jullie zouden denken, normaal zit je dan toch nog in de les. Maar we moesten zelfstandige oefeningen maken en die waren heel makkelijk. Dus ik ga nu op de PlayStation spelen. Ja. Oké, dames en heren. Ik heb nu dus middagpauze en we gaan nu lekker eten. Ik ga wat boterhammen eten. Oké, dames en heren. Ik heb net de online lesdag achter de rug. Ik zat hier dus een beetje... Dit is ongeveer mijn setupje, zeg maar. En ik ga nu... Ik ben een kwartier vroeger uit de les gegaan. Dus ik ga nog even aan een PowerPoint werken voor... examen van Frans mondeling, omdat we daar geen tijd in hebben voor de les. Geen tijd voor hebben in de les, moet ik dat dus op een video maken. Dus dat is mijn specialiteit. Dus ik ga daar nu even aan werken. Ik heb net mijn PowerPoint al helemaal afgewerkt. Ik moet dus juist tegen zondag nog die video opnemen. Dat is niet zoveel werk. En ik ga nu naar beneden. Mijn schooldag zit erop. Ik heb ook geen andere huiswerk meer. Dus ik ga nu lekker chillen. Oké, mensen. Ik heb al net lekker gegeten. Het was lasagne. Was wel echt pretty lekker. Pretty lekker. En ik heb hier nu nog de was. Een beetje die ik ga
wegleggen en slash weghangen. En daarna ga ik douchen. En daarna ga ik voetbal kijken, want het is Champions League. Yes. Ik ben lekker gedoucht. Dit deugt. Ik ben al een beetje moe, maar we gaan sowieso nog opblijven voor de voetbalmatch te kijken van de Champions League. Dortmund tegen Sevilla. Ik heb er zin in. Hopelijk is het weer Haaland die alles gaat fixen. Ik kijk er al naar uit, maar ik ga nu naar beneden om lekker voetbal te kijken. Dames en heren, ik zit hier dus nu voor de tv lekker naar de voetbal te kijken. Het is nog steeds 1-0 voor Dortmund. Het is net de tweede helft die begonnen is. Maar ik ga denk ik al gaan slapen. Ik ga juist nog mijn tanden poetsen. Dus slaap wel, tot morgen. Goedemorgen mensen. Ik ben net wakker geworden. Het is al 7:45. Dat klopt niet als jullie dat zien. Ik sta 2 minuten voor. Maar ik heb vandaag het eerste uur geen online les. Ik moet zelfstandig oefeningen maken. Dus daardoor kon ik wat later opstaan, want ik heb een big brain. Ik ga nu eten, boterham denk ik, en daarna ga ik dus die oefeningen moeten maken. Oké, dames en heren, het is nu 3 uur al. Ik heb al gegeten, de online les is gedaan, want het is vandaag woensdag. En ik ga nu dus een video voor mijn mondeling examen van Frans opnemen. Ik heb er echt zin in, dus laat het maar gewoon doen. Oké, dames en heren, ik heb net mijn video opgenomen. Het is intussen bijna 5:30, ik heb er 1,5 uur over gedaan. Wat is eigenlijk gelukkig, ik heb hem ook al doorgestuurd, dus daar ben ik al van af. Moet ik juist nog gewoon zien dat de examens zelf op papier ook goed gaan. Dat is binnen 2 weken. In de avontuur neem ik jullie ook sowieso mee met mijn weekvlog. Maar ik ga nu even chillen en uitrusten. En straks ga ik Liverpool kijken en ook Barcelona PSG. Maar ik kijk liever Liverpool natuurlijk, want ja, dat is de club waar ik voor ben. En ik denk dat die match minder zeker is dat die beslist is dan die van Barcelona PSG. Want daar werd het 1-4. Dus ik denk dat Barcelona er sowieso uit ligt. En ik hoop dat Liverpool doorgaat. Want ze hebben 0-2 gewonnen. Dus normaal moet het goed zijn. Maar de manier waarop ze tegenwoordig spelen, mogen we daar niet zeker van zijn. Oké, dames en heren. Ik sta hier dus nu in de keuken. En de tafel moet nog afgeruimd worden zoals jullie kunnen zien. Dus dat ga ik nu even doen. Zo, dames en heren, ik heb even opgeruimd. Alles zit nu in de vaatwas. En dit staat er alleen nog op de tafel. Omdat ik dat glas dus nog ga hergebruiken. En mijn papa gaat ook nog die tas voor zijn thee hergebruiken. En dat zakje ook. Dit moet juist mijn papa nog opruimen. Die ga ik juist nog in de blauwe zak gooien. En dan heb ik dat hier even chill opgekust. Ga ik nu wat YouTube kijken. En dames en heren, sinds kort heb hier dus ook een nice tap staan. Dit ga ik nu even van nemen. Huts. Voilà. Nice. Ik ben hier nu op de trap en ik ga even mijn zus en mijn broer op om te gaan eten. Oké, dames en heren, ik zit hier dus nu voor de tv naar Barcelona tegen PSG te kijken. Het is 1-1, het is net de tweede helft begonnen, zoals je kan zien. Barcelona moet er dus nog 3 maken om minstens verlenging te krijgen. Ik denk niet dat het gaat lukken, maar het is Barcelona nog steeds tegen PSG, die niet echt goed zijn. Je ziet net een kans. Ja, die gaat er niet in. En ik ben ook blij, Liverpool staat nog altijd 0-0 en ze hebben 0-2 gewonnen. Dus dat zegt dat ze nog altijd doorgaan. Dus daar ben ik wel blij mee. En ik ga nu verder kijken. Oké, dames en heren. Barcelona PSG is gedaan. Het is 1-1 geëindigd. In totaal is 5-2 voor PSG. Barcelona ligt eruit. En ik ga nu lekker slapen. Dus tot morgen. Goedemorgen mensen. Ik ben net wakker geworden. Ik heb niet echt lang kunnen slapen doordat ik heel de match heb uitgekeken. Maar ik ga nu eten en daarna online les. Mijn allerlaatste dag als ik hier bij mijn papa ben. Oké, mensen, het is intussen alweer middag en ik ga nu eten. Mijn papa is even weg om iets te gaan wegbrengen of zo naar zijn werk. Dus ik ben nu even alleen, dus ik ga nu even eten. Want binnen een klein uurtje moet ik alweer in de les. Saai, is niet waar? Ik heb LO, dus dat kan niet online. Of dat kan wel, maar dat doen wij niet. Dus ga ik niks doen. Haha. Dus ik heb nu eigenlijk pauze tot 2:30, dus dat is wel nice. Oké, mensen, ik sta nu in de keuken en hier heb ik dus een soort setup gemaakt. Ik ga een beetje YouTube kijken omdat ik alleen ben en dan ga ik eten. Juist nog moet ik dat brood nog afsnijden, maar ik ga nu lekker eten. Oké, mensen, ik zit hier alweer aan mijn bureau. Intussen heb ik ook school al afgewerkt. Dat was de laatste keer dat ik hier bij mijn vader dus online les had. En ik ben hier nu huiswerk aan het maken, want ik heb morgen 2 grote toetsen. Waaronder wiskunde, statistiek.
samenvatting aan het maken. En ik ga nu verder doen. Oké mensen, ik heb dus net lekker croque-monsieur gegeten en ik ben nu naar de voetbal aan kijken. Het is Manchester United tegen AC Milan. AC Milan heeft al 2 keer gescoord, maar het is 2 keer afgekeurd. 1 keer voor het spel en 1 keer voor Hens. En net was er ook een kwetje grote kans voor Maguire, die nu wit is natuurlijk. Dus ja, ik ga nu verder kijken. Kuro ligt er ook lekker bij. Ik heb net een paulatje genomen. Dus ik ga nu verder kijken. Oké, mensen, het is nu ongeveer 9 uur. De wedstrijd Manchester United-AC Milan is gedaan. Het is 1-1 geworden, dus dat is in het voordeel van AC Milan door de uitdoelpuntregel. Maar ik ga nu eerst nog douchen. Mensen, vandaag was de allerlaatste dag dat mijn haar dus zo lang gaat zijn. Want morgen ga ik naar de kapper, heb ik eigenlijk een afspraak. En ga dit stuk er helemaal af en zo. Daar kijk ik wel naar uit, hier ook een stukje af. En ik denk, ik weet nog niet of ik dit nu ga millimeteren langs de achterkant of gewoon laten bijknippen. En daar ga ik nog eens een nachtje over slapen, letterlijk. En ik ga nu nog een nieuwe match voetbal kijken. Ofwel Olympiakos Arsenal, ofwel Tottenham Zagreb. Maar dat ga ik nog wel zien. Maar ik denk dat ik ongeveer over een half uur ga slapen. Ik kijk op mijn pols, maar ik heb niet eens mijn horloge aan. Maar daarna ga ik gaan slapen. Oké mensen, het is nu 9:30 intussen. Dus ik ga nu lekker gaan slapen. De voetbalmatchen waar ik net naar heb gekeken waren niet zo interessant. Dus ik ga nu lekker slapen. Dus tot morgen. Een hele goede morgen mensen. Welkom bij deze nieuwe dag. Vandaag is het vrijdag. Dus ik moet nu vandaag naar echte school, zeg maar. Ik heb dus 2 toetsen. Daar heb ik niet zoveel zin in. Maar ik moet dus vanavond ook naar mijn mama. Dus ik moet mijn grief inpakken. En dat ga ik nu even doen. Zo mensen, mijn grief is klaar. Zoals jullie kunnen zien, alles zit er mooi in. Dit moet ik ook nog meenemen. Mijn boekentas ook zeker. En dat ook. En na school mag ik dus zo eigenlijk ook naar de kapper, zoals ik gisteren al zei. Daar heb ik wel zin in. Maar eerst moet ik dus naar school. Maar ik ga nu eerst ontbijten. Oké, ik zit hier nu in de keuken en ik ben dus lekker nog mijn boterhammen eerst aan het smeren voor school deze middag. In mijn brooddoos. En het onderste is voor subiet. En dan ga ik lekker naar school vertrekken. Abonneer op mijn kanaal. De Chosen Way en de zieke content. Like mijn video. En abonneer. Suspicious. Ja, jongen, die man zit ik in de vlog. Oké mensen, we zijn dus nu terug van school gekomen. Maar ik ben alweer op weg naar de kapper. Je gaat dus ongeveer zoiets af of zo. Ja, iets lang. En langs de achterkant op 9 mm gemilitreerd worden. Ik weet niet of dat een woord is, maar ik ga nu onderweg naar de kapper. Oké mensen, dit is mijn haar dus nu. Het is hier overal korter en hier ook wat korter. Dus dat is wel nice. En nu ga ik nog even bij mijn papa. Want over ongeveer een uurtje komt mijn mama mij halen. Dus dan gaan we weer naar daar. Dus daar heb ik ook wel zin in. Dus let's do this shit. Oké mensen, ik ben dus nu weer thuis. Mijn haar ziet er nog steeds nice uit. Nee. En nu heb ik hier mijn deken en zo. Dat ligt er al iets te lang op naar mijn mening. Dus ik ga het nog eens afhalen en dan kan ik dat laten wassen. Oké mensen, we zijn dus nu bij mijn moeder aangekomen. Na de kapper heb ik eigenlijk nu gewoon een beetje gezeten met mijn vader en afscheid genomen. Nu zijn we dus hier en nu ga ik mijn grieven een beetje op zijn plek zetten en uitpakken, zeg maar. Dus we eten vandaag hotdogs, dus dat ga ik nu even doen. We gaan nu eten. Oké mensen, we hebben net lekker gegeten. Wat is het? Het is ook alweer avond. Ik ga juist nog mijn tanden poetsen en dan ga ik lekker slapen. Dus tot morgen. Goedemorgen mensen, welkom bij deze nieuwe dag. Ik ben net wakker geworden. Het is nu zaterdag om 9:30. Het is nog een week en dan zijn het examens, dus ik ga dit weekend al 2 vakken samenvatten. En nog een paar dingen doen die ik nu moet doen voor school tegen maandag of dinsdag. Dus dat ga ik sowieso doen. En nu ga ik ontbijten. Intussen is het al 1:40. Ja, ik weet het. Ik heb gegeten 2 sandwiches. En toen ben ik aan mijn huiswerk begonnen. Dat heeft denk ik 2 uurtjes geduurd ongeveer. En nu ga ik het deel dat al is geweest in deze weekvlog waar jullie nu naar kijken al beginnen editen, zodat die woensdag online kan. Ja, jullie kijken die nu al, dus die staat al online. Dus ja, ik ga er nu mee beginnen. Ik sta hier nu in de badkamer en dan weet ik hoe laat het is. Ik ga hier douchen, ja. En ik weet ook niet of jullie het horen, maar het lijkt alsof dat ons huis aan het wegwaaien is. Het is hier super hard aan het waaien.
Ja, op beeld zie je dat toch niet. Maar het is hier wel hard aan het waaien, maar ik ga nu douchen. Ik heb net de vlog al een beetje geëdit. Ik zit al aan de helft van de week, dus dat is wel nice. En nu gaan we naar een paar winkels, dus daar gaan we nu lekker naartoe. Oké, dames en heren. Ik ben intussen alweer terug van het stad en zo. Ik heb net al de vlog tot deze dag geëdit waar ik nu op ben. Ja, duurt al een kwartier. Jullie weten al hoe lang het is geworden. En ik heb dus ook een riem gekocht. Ik zal het even tonen. Hij ligt al in mijn kast, dames en heren. Dit is de foute kast. Hier ligt hij. Dit is mijn oude riem. Dit is mijn nieuwe riem. Ja, gewoon een standaard zwarte. En, dames en heren, ik heb ook deze nieuwe jas gekocht. Die komt nu in beeld. Ik ben er wel blij mee. Die komt donderdag aan. Dus als jullie een nieuwe weekvlog van komende week. En ik ga denk ik nu gewoon nog wat chillen. Het is nu 7:30 en we gaan nu lekker eten. Ik weet niet precies wat we gaan eten, maar het ruikt wel al lekker. Dus let's eat. Ik heb net lekker gegeten, mensen. En nu ga ik nog een beetje op mijn iPad naar YouTube kijken, denk ik. En nog een beetje gewoon uitrusten. Want het was wel een dag waar we redelijk wat hebben gedaan. Ik heb dus wel geëdit. Je denkt, je zit de hele tijd neer, maar de vreet aan die brein of zoiets. En we zijn dan ook nog naar de stad geweest. Dus ook wel nog redelijk wat gestapt. Maar ik ga nu gewoon even inderdaad uitrusten, zoals ik al zei. Ik heb net mijn tanden gepoetst en ik ben dus nu klaar om te gaan slapen. Dus tot morgen. Een hele goede morgen. Welkom bij deze nieuwe dag. Vandaag is het zondag 14 maart. De laatste dag uit deze weekvlog. En vandaag ga ik gewoon even een dag niks doen. Misschien nog fysica samenvatten. Want dat heb ik gisteren nog niet gedaan. Maar voor de rest ga ik me gewoon chill houden. En ook nog een beetje verder de weekvlog editen natuurlijk. Zodat die woensdag online kan. Die staat al online voor jullie. Maar ik ga nu ontbijten. Ik heb net lekker ontbeten en ik ga nu mijn kast eens leegruimen of zelfs ordenen, zeg maar. Om te kijken waar het te klein is en waar het weg mag en zo. Of wat ik niet meer ga dragen, dus dat ga ik nu even doen. Ik ben net klaar met mijn kast uitkuisen. Dit is wat er allemaal is uitgekomen. En ik ga nu nog wat verder editen aan de weekvlog. Woehoe. Het is nu al 7:30, dames en heren. Ik heb vandaag gewoon even een day off, zeg maar, in de vlog. Ik heb weinig gedaan. Dus ik heb dat ook niet echt kunnen vloggen. We hebben net spinazie met worst gegeten. En nu ga ik douchen. Ik ben net lekker gedoucht, mensen. En nu ga ik jullie even iets vertellen. Komende week moet ik dus 3 keer naar de dokter. En jullie denken nu, is er al iets aan de hand? Bij het medische onderzoek hebben ze ontdekt dat de curve van mijn stijging in mijn gewicht is afgeplat. Dus daarom moet ik morgen bloed laten trekken. Dan dinsdag moet ik naar de podoloog. Omdat bij de voetbalclub hebben ze ontdekt dat ik blijkbaar fout stap of zo. Maar we weten dat niet zeker. Want voor hetzelfde geld willen ze ons gewoon geld aftroggelen. Dus gaan we dat ook nog eens bij een andere podoloog checken en kijken wat die zegt. En dan donderdag moet ik nog eens naar de dokter om de resultaten van mijn bloedafname. Maar dat ga je allemaal zien in de volgende weekvlog. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Hopelijk vond je hem leuk. Doe dan zeker een blauw duimpje omhoog. Laten we vandaag voor de 14 likes gaan. Vergeet ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Laten we vandaag 3 abonnees bij krijgen. En klik ook zeker op het belletje. Dan hoef je nooit meer een nieuwe video van mij te missen. En dan zou ik zeggen, tot de volgende video.